We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar. Want mensen willen zorg en aandacht voor elkaar. Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach? Zo zorg je voor een lichtpunt, ook op een donkere dag. Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat. Dat is nou juist waar het bij een mens om gaat. Welkom bij deze luisterviering in het teken van zorg en aandacht voor elkaar. Op afstand en toch met elkaar verbonden. Omwille van elkaar, in Gods naam. Maak me, Heer, tot een werktuig van vrede. Laat me waar haat is, liefde zaaien. Waar onrecht, recht. Waar twijfel, geloof. Waar wanhoop heerst, vertrouwen. Waar duisternis, licht. Waar droefenis, vreugde. Laat me eerder troosten dan troost zoeken. Eerder begrip tonen dan erom vragen. Eerder liefhebben dan geliefd willen zijn. Wie geeft, ontvangt. Wie vergeeft, wordt vergeven. Aandacht voor elkaar. Allemaal willen we gehoord en gezien worden. In deze tijd van crisis verlangen we vurig naar een nieuw en beter normaal. Aandacht voor elkaar. Deel je zorgen, je angst en vrees, want het coronavirus is hardnekkig en veelvormig. Wanneer en hoe krijgen we het de wereld uit? Aandacht voor elkaar. Het virus raakt ons allemaal in ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Samen kunnen we de rampspoed overwinnen. Want hoe zou de rampspoed ons overwinnen? Jij die ongehoord de ondertoon zijt van ieder woord, elk lied. Jij die ongenoemd de ziel zijt van ieders levensverhaal. Jij die ongezien van harte meeleeft met alle lief en leed. Jij die wij behoeven als brood van de aarde, water uit de bron. Jij met ons alle dagen ons in het leven toegemeten. Amen. Dus geef licht, geef licht,
aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef licht. Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien. Dus geef licht, geef licht. Aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. In het boek Leviticus staan allerlei voorschriften over rein en onrein. Om deze regels dwingend te kunnen opleggen, werden ze aan God zelf toegeschreven. God zei tegen Mozes en Aaron: als iemand een zwelling, uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft die aan huidziekte doet denken, dan moet men hem naar de priester Aaron of naar een van de andere priesters brengen, die de aandoening moeten bekijken. Is het haar op de aangetaste plek wit geworden en ligt die plek diep in de huid, dan is het een huidziekte. In dat geval moet de priester die persoon onrein verklaren. Wie door een huidziekte die onrein maakt is aangetast, moet zich in lompen hullen, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en onrein, onrein roepen. Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven. Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei: je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht. Aan degenen in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt. Geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef licht. Geef licht. Geef. Het evangelie. Er kwam iemand naar Jezus toe die door een huidziekte onrein was. Hij viel op zijn knieën en zei: als je wilt, kun jij mij rein maken. Jezus was ten diepste met hem begaan, stak zijn hand uit, raakte de zieke aan en zei: ik wil het, word rein. Meteen verdween de huidziekte en de man was rein. Jezus stuurde hem weg en zei hem de wacht aan: denk erom dat je niemand iets zegt, maar
ga je aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven om ze zo op de wijs te leveren. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op verlaten plekken buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Een krantenbericht met als kop: man redde vrouw het leven. Het gaat hier over een vrouw die met haar auto in een vijver terecht was gekomen. Er stonden wel 2 of 3 mensen toe te kijken, maar ze wisten niet wat ze moesten doen. "Ja, er zit nog iemand in," schreeuwde ze. Een man aarzelde geen moment, trok zijn schoenen en jas uit, plonsde in het ijskoude water
en zwom naar de auto. Later vertelde hij: ik zag de hulpeloosheid en de doodsangst in haar ogen. Uiteindelijk kon hij de autoruit inslaan en konden de man en de vrouw allebei onderkoeld naar de kant zwemmen. Dit krantenbericht kwam bij mij boven toen ik in het evangelie van vandaag las: Jezus was ten diepste met hem begaan, stak zijn hand uit, raakte de zieke aan en zei: ik wil het, word rein. De man was naar Jezus toegekomen, terwijl hij eigenlijk uit zijn buurt moest zien te blijven, omdat hij leed aan een huidziekte die onrein maakt. Tot voor kort dachten we dat het hier ging om melaatsheid. Maar in de Bijbel gaat het niet over lepra, maar over allerlei soorten huidziekten en uitslag. Wie daaraan leed, werd onrein verklaard. Met onrein was niet bedoeld dat iemand smerig of vies was, maar onreine mensen werden ongeschikt geacht voor deelname aan de eredienst in de tempel. Ook buiten de tempel werden onreine mensen gemeden als de pest. In de eerste lezing hoorden we al dat zulke mensen in gescheurde kleren moesten rondlopen, met loshangende haren en een bedekte baard en snor. Ze moesten buiten de stad wonen en als ze toch iemand tegenkwamen, moesten ze roepen: onrein, onrein. Dan wist iedereen dat je uit hun buurt moest blijven. Ze werden dus afgegrendeld van de rest van de samenleving, tot ze weer genezen waren. Want dan konden ze weer ten volle gaan deelnemen aan het sociale en religieuze leven. Tot voor kort dachten we misschien dat deze bepalingen uit het Bijbelboek Leviticus hardvochtige en verwerpelijke geboden zijn, bedoeld om zieken uit het openbare leven te weren. Dat zouden we in onze verlichte tijden nooit doen, dachten we. Maar daar denken we nu wel anders over. Door de wereldwijde pandemie, die al meer dan een jaar ons leven beheerst, zien we in dat bepaalde voorschriften uit Leviticus nog altijd best verstandig zijn. Daarom hameren ook wij nu nog op hygiëne en nog eens hygiëne, op afstand houden van elkaar, op isolatie en quarantaine, maar wel met als voordeel dat we nu zover zijn dat we met vereende krachten goed werkende vaccins hebben kunnen ontwikkelen. In het evangelie van vandaag horen we hoe een onreine man eeuwenoude regels uit Leviticus overtreedt. Hij loopt regelrecht op Jezus af. In plaats van te roepen onrein, onrein, roept hij iets heel anders. Als je wilt, kun je me rein maken. Jezus heeft met hem te doen en ook hij gaat tegen geldende maatregelen in door geen afstand te houden, maar de man aan te raken met zijn hand. Hij wordt geraakt door de ander en raakt de ander aan. En juist dat contact werkt genezend. Door wat Jezus doet en zegt, bevrijdt hij de man uit zijn isolement. Hij ziet de zieke voor vol aan. Hij heeft oog voor de mens achter de patiënt. Aandacht voor de ander is blijkbaar een heel goed medicijn. Betekent dit dat we coronamaatregelen maar het best kunnen negeren? Dat we vooral moeten gaan doen wat we niet kunnen laten? Nee, dat is niet zo. Maar wel is het waar dat deze maatregelen onze vrijheid inperken. Ze verstoren onze vertrouwde manieren van samenleven. Ze duren veel langer dan ons lief is. Zeker voor kinderen en jongeren, maar ook voor ouders en ouderen. Gelukkig zijn ze geen doel in zichzelf. Ze zijn het naleven waard, zolang ze het doel dienen waarvoor ze gemaakt zijn. Dat doel is dat we de crisis alleen samen kunnen overwinnen en dat dit kan wanneer we opnieuw ontdekken dat ons leven draait om grondwaarden zoals zorg en aandacht voor elkaar.
veel beperkende maatregelen van nu zijn ingegeven door de overtuiging dat we het juist van aandacht en zorg voor elkaar moeten hebben in deze magere jaren. En voor velen van ons wordt deze overtuiging nog verdiept door het besef dat we omgeven en gedragen worden door een mysterie dat ons tegelijkertijd ver te boven gaat. Zo zijn we ingebed in een netwerk van liefdevolle betrekkingen, waarin we bewegen, leven en zijn, waarin we sterven en nooit weer opstaan. Het schijnsel van uw glans over ons bestaan, de warmte van uw adem door ons heen, een teken van uw genade in ons leven, het gloren van uw ochtend in onze nacht, met elkaar het brood breken, het leven delen, de beker zoet en zuur samen drinken en doorgeven tot alles zal zijn voldragen. Denk aan die pijn hebben, tobben, in het ongewisse verkeren en ben dankbaar om hen die geen moeite te veel hen bijstaan. Bid voor hen die alle lief en leed met ons deelden en ons zijn ontvallen. Vanavond rond haar sterfdag en verjaardag gedenken wij Antoinette Kruijzen-Rooijakkers en Huub Kruijzen. Ook gedenken wij alle jongeren en ouderen die door besmetting met het coronavirus gestorven zijn of zwaar gehavend blijven. Denk ook aan die vergeten heen gaan, door oorlog, ongeluk of geweld omkomen, van honger of dorst bezwijken, het op de vlucht afgemat opgeven, die hulp en moed met de dood bekopen, zichzelf waarom toch, het leven benemen. Er zijn licht, vrede, rust. Geregeld doorbrak Jezus de geslotenheid waarin we onszelf vaak gevangen zetten. Hij leefde van wat komen gaat. Hij bracht Gods nieuwe wereld op aarde,
volkomen vol van God was hij. Het geknakte riet zou hij niet breken, de kwijnende vlam niet doven, het recht ten slotte laten zegevieren. Steeds was Jezus voor anderen in de weer, maar ook vaak in gebed verzonken. Op een stille plek of in de bergen, waar hij nieuwe krachten opdeed. Want bidden maakt anders en opent ook onze eigen ogen voor wat ons nu te doen staat. Van kindsbeen af heette hij Jezus. God bevrijdt is zijn naam en zijn devies. Nog meer namen zijn hem toegedicht. Jood in hart en nieren, licht van de wereld, barmhartige en rechtvaardige, brood om van te leven, ware wijnstok, beeld van God, onze wijsheid, koploper en vredebrenger. In zijn voetsporen gaan wij verder, solidair met onze meest nabije naasten en ook met mensen ver weg, buiten onze eigen kleine kring. Geworteld in het lichtvolle mysterie dat de bron is van ons bestaan. In het besef dat God daar woont waar wij hem binnenlaten, dat God nergens anders is dan waar wij zijn.
dat wij vol compassie geraakt worden door hen die dreigen ten onder te gaan aan harde maatregelen waarmee we COVID-19 onder de knie hopen te krijgen. Dat wij omzien naar elkaar, naar werkers in de zorg en het onderwijs, naar kinderen en jongeren, naar ouders en ouderen, naar eenieder die aandacht nodig heeft. Dat wij solidair zijn met onze directe naasten, maar ook zorg hebben voor kwetsbare mensen, waar ter wereld ook, die misschien meer te lijden hebben dan wij. Je medemens wacht op liefde, waardering en vriendschap. Je medemens woont niet ver achter de horizon, niet ver over zee. Je medemens, dat zijn mensen met een beperking die volwaardig willen meedoen in de samenleving. Het zijn zieken die wonen naast je deur, collega's die hun baan verliezen. In deze donkere tijd komt aan het licht wat er echt toe doet. Gezondheid, saamhorigheid, liefde, verbinding. Zegenen wij elkaar en God ons allen.